In deze video ga ik het met u hebben over een autostoel van het merk Cybex, de Pallas G. Dit is een autostoeltje die kunt u gebruiken vanaf 15 maanden, omdat deze autostoel alleen voorwaarts te gebruiken is. En dat komt omdat hij voldoet aan de ISO-normering, daar ga ik u zo meteen ook wat meer over vertellen. En de stoel is dan te gebruiken tot 12 jaar, hij kan tot 50 kilo gebruikt worden. Wat direct opvalt is dat Cybex gebruik maakt van een veiligheidskus in plaats van een 5-puntsgordel die we bij de meeste autostoeltjes zien. Het voordeel van het veiligheidskussen is dat als er een frontale impact komt, het kindje een natuurlijke beweging naar voren maakt, waardoor er minder druk wordt uitgeoefend op het nekje. Ook heeft het kindje aan de bovenkant meer bewegingsvrijheid. Nou, aan de zijkant van het kussen zien we de rode knop. Daar kunnen we hem gemakkelijk met één hand losmaken. En op die manier kunt u uw kindje dan achter het kussen plaatsen. Nou, wanneer u deze vast wil maken, klikt u het gordelgedeelte weer vast. En met de grijze knop aan de zijkant is deze dan strakker of losser te zetten. Deze klikt, strekt u dan aan en dan is de bedoeling dat er maximaal één hand tussen het kussen en uw kindje zit. En op die manier zit uw kindje dan veilig in de autostoel. Zoals ik u net zei, voldoet de stoel ook aan de strenge ISO-normering. En dat houdt in dat de stoel ook op zijwaarts gebied een betere bescherming nodig hebben. En bij deze stoel zien we dat natuurlijk heel duidelijk door het blok wat aan de zijkant zit. Dat verkleint de afstand tussen de portier en de stoel. En op die manier wordt de zijwaartse impact ook beter opgevangen. Als we dan kijken naar de hoofdsteun, dan zien we dat het hoofdje mooi tussen de hoofdkussen zit. En ook dat we dit gedeelte nog even wat meer naar achter kunnen doen. Dit biedt natuurlijk wat meer comfort als ze willen slapen voor een langere rit. En dat is ook tegen een whiplash. Dus mocht er iets gebeuren, schiet deze naar voren. En als het hoofdje dan terugkomt, dat deze niet helemaal terug mee naar achter gaat. Verder, we zitten de stoel nog over de slaapstand, die we makkelijk aan de onderkant kunnen bedienen, dus ook voor de langere rit dat u hem net wat meer onderuit kunt leggen. Het veiligheidskussen gebruikt u vanaf 15 maanden tot zo'n 3,5-4 jaar. Daarna kunt u deze van de stoel verwijderen door ze aan beide kanten los te klikken. En op deze manier is de stoel dan verder te gebruiken. En met de knop aan de achterkant kunt u deze dan nog eventueel in hoogte verstellen, zodat u altijd mooi in stapjes meegroeit voor uw kindje. Ik zal u nu laten zien hoe u het stoeltje vastzet in de auto. De autostoel bevestigt altijd op 3 punten in de auto. Hij gaat allereerst vast door middel van de Isofix. Dat zijn 2 ijzeren beugels die heeft hij op de achterbank tussen de rugleuning en het zitgedeelte. Nou, die schuiven we aan beide kanten uit door middel van de knoppen aan de zijkant. Die kunt u dan aan beide kanten 1 voor 1 erin klikken. En dan schuift u hem als het ware gewoon tegen de rugleuning aan. Nou, het derde punt waar hij mee vast gaat is met de topteten. Dat is een haak die gaat over de achterbank en die kunt u dan hier bevestigen aan de topteetraak. Nou, deze hoeft u alleen nog maar op spanning te zetten. En op die manier staat het stoeltje dan goed en stevig vast voor in de auto. Ik zal ook even laten zien hoe u hem vastzet als u hem als 2-3 stoel gaat gebruiken. Ook op deze manier zet u hem weer vast door middel van de Isofix. Dus je schuift u weer aan beide kanten uit. Klikt u hem vast. Nu kunt u ook altijd controleren dat hij goed vaststaat, omdat hij dan op groen springt. Nou, in plaats van de topteten gebruiken we nu gewoon de 3-puntsgordel voor in de auto. Dus u zet hem eigenlijk vast zoals u zelf ook vastgaat. Doe de hoofd dan eventjes omhoog. Dan zien we hier de clip waar de gordel doorheen gaat. En dat zorgt er ook voor dat de gordel wat lager komt, waardoor hij niet in het nekje snijdt van de kind, dus dat hij niet irriteert. Aan de onderkant volgt dan ook de groene punten, waar de gordel dan ook onderdoor gaat. En ook bij de andere kant gaat hij er onderdoor en klikt u hem vast. En op die manier kunt u uw kindje dus ook veilig vervoeren door middel van de 3-puntsgordel. Nou, de autostoel is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Die kunt u vinden op onze website www.bejepark.nl. Daar kunt u even nog wat extra informatie lezen. En als u overtuigd bent de stoel bestellen, wilt u hem even het echt komen bekijken, bent u van harte welkom in een van onze megastores.